De geneeskunde gaat samen met geduld en vooral geheimhouding. Dit gaf John Goedschalk, oprichter en voorzitter van het Huisartsinstituut Suriname, aan. Afgelopen week leverde HI Suri voor de 14e keer 15 doktersassistenten af. Goedschalk zei dat deze mijlpaal niet hier moet eindigen, maar dat deze afgestudeerden zich meer moeten gaan verdiepen in de materie. Jullie moeten immers af en toe op zijn tijd dit continu leerproces voortzetten van scholing en nascholing. Dat blijft altijd belangrijk. Ook in Suri biedt jullie daarom nascholingen aan die jullie op het internet onder andere kunnen volgen. Hierdoor kunnen jullie natuurlijk ook accreditatiepunten verkrijgen die jullie nodig gaan hebben om je bevoegdheid te behouden als doktersassistent. Deze groep heeft voor een deel, of misschien de hele groep zelf, ook nog een bijkomende training gehad op chronische zieke patiënten, bekend als het HARTS-programma, de kennis daarvoor op te doen. Dit is bijzonder belangrijk omdat middels dit programma belangrijke gezondheidswinst voor Suriname bereikt kan worden. Het Huisartseninstituut heeft gestalte gekregen na 2 jaar voorbereiding door de Commissie ter Voorbereiding Huisartsenopleiding. Dit instituut staat voor de kwaliteit van de huisartsopleiding en alles wat ermee samenhangt. De kwaliteit van de medische zorg wordt daarom mede bewaakt door nascholingen, accreditatie en registratie. Rakesh Gayadar Sukul, directeur op het ministerie van Volksgezondheid, wijst de afgestudeerden erop dat de begeleiding nu niet alleen meer afhangt van de arts, maar ook van hen. Het is niet alleen de arts die nu het werk alleen gaat verrichten om de chronische patiënten te behandelen. Maar uiteraard, de polykliniek bestaat niet alleen uit chronische patiënten, hoor, maar heel veel uit chronische patiënten. En ook de nadelige effecten van chronische patiënten. Toch? Maar om weer te komen, die begeleiding die er moet zijn, die moet niet alleen door de arts gebeuren. Je bent een onderdeel van het team, maar de arts is inderdaad een cruciaal onderdeel van het team om het beleid uit te stippelen. Maar tegelijkertijd hebben we ook in het team de mensen die educatie moeten geven aan de patiënt. Het zij in groepsverband terwijl ze wachten misschien in de wachtkamer. Het zij via alle wapens die we hebben, alle tools die we hebben, media, social media vooral tegenwoordig. En of het zij one-on-one, want geneeskunde is geen one size fits all.